Hou je bek op mijn hond. Tiefop. Hou je bek. Boer. Lesbo. Boer. Lesbo. Hey. Lesbo. Het is al ruim 30 jaar onrustig in deze ogenschijnlijk rustige wijk in Steenbergen. Want daar schijnt al 30 jaar een overlastgevende familie actief te zijn en het leven van de buurtbewoners behoorlijk te verzieken. Wij wisten wel wat voor volk dat hier naast woonde. Dat is ons toen verteld door een makelaar en door meerdere mensen hier in de buurt. Maar ja, wij dachten van nou goed, wij zijn geen ruziezoekers, dus wij zoeken geen ruzie met die mensen en houden gewoon goed contact. Toen is mijn vriendin daar binnen geweest en even later, een maandje of twee, ineens gebonsd op de muren en werd er met vuile vieze woorden gescholden naar mijn vriendin. En ze zou een dief zijn, want zij zouden een huissleutel gejat hebben van hun. Ik heb dit huis gekocht in december 21. Ben in februari hier komen wonen. En na een maand heel veel overlast van de buren ervaren. Zonder aanleiding, zonder reden. Schreeuwen, bedreigingen, schelden, stenen gooien. Nou, zoals je op het filmpje ziet, werd dat steeds erger. Het werd heftiger. En op die dag klonk zij zo heftig dat ik denk, ja, ik moet nu niet naar buiten. Dit is gewoon gevaarlijk. Hou je bek op mijn hond. Tiefop. Hou je bek. Boer. Lesbo. Boer. Lesbo. Hey. Lesbo. De dochter is het ergst van allemaal. Die staat keihard te schreeuwen, te schelden, te dreigen in de achtertuin, soms in de voortuin. En die vader die doet daar wel aan mee. Lesbo! Zo, vieze lesbo is het! Laat ze boven op die hond gaan zitten! Ik heb in de reacties op die Facebook ook van buren achter, vorige bewoners in dit huis, echt reacties gekregen van ja, dat is die familie, dit is alom bekend. Ze hebben dit gedaan, ze hebben dat gedaan. En daar kwamen verhalen naar voren waar zelfs ik nog van schrok. Dit is gewoon een veel groter probleem dan alleen maar met directe buren. Het is eigenlijk een beetje overal waar ze komen, laten ze een spoor achter van vernieling en traumatische ervaringen. En dat moet gewoon stoppen. We zouden ook graag jullie kant van het verhaal daarin willen aanhoren. Van wie gaat dat uit? Wat bedoelt u? Van wie gaat dat uit? Nou, we hebben verhalen uit de buurt hier gehoord die ons dat hebben verteld. Hier ziet u uw dochter die met een steen naar de buren toe gooit. Nee, laat maar zetten. Ja, maar waarom dan, meneer? Dat is toch vreemd gedrag? Nou, heeft u daar een verklaring voor misschien? Ja. Heeft u daar nou, vertel. Dat zijn een stelletje tuig. Waarom dan? Ja. Waarom? Nee. Ik vraag u waarom. Nee. Ik heb ook contact met de praktijkondersteuner en ik ga psychosomatische fysiotherapie krijgen. Omdat mijn lichaam niet tot rust wil komen in huis. De opdracht vanuit de gemeente en de politie om te zeggen ga bewijsvoering verzamelen. Dat is leuk, maar daardoor betekent wel dat je continu alert bent en bezig van, oh, ik moet het opnemen. Oh, ik moet reageren. Ik moet. Want het is heel veel is niet eens verzameld. Omdat op een gegeven moment word je gewoon afgestompt door het gebonk en het geschreeuw, wat ze toch al wel zo vaak doen. Ja. Zou ik u nog heel kort mogen spreken? Ik heb de cameraman, die staat daar. Die is hier niet in de buurt. Heel leven. Ja? Want ja, wat speelt u nou precies? Zullen u willen baas spelen over ons? Daar staat een camera. Ja? Wij worden 24 uur per dag opgenomen door die camera. Achter precies hetzelfde. Daar is hij niet te komen. En daar baal ik van. Ja. Alles slecht. Ja, en de buren rechts naast u? Wat hebben die er dan mee te maken? Mijn vrouw ligt in het ziekenhuis daardoor. Waardoor? Door 19. En wat hebben die gedaan dan? Dat is een knul van 17 jaar of 18. Ja? Die vertelt dat mijn vrouw en ik sterke drank aan kinders geven. Ja. En er is mijn vrouw kwaad om geworden. Die is gevallen en die heeft
twee of drie hebben gebroken. Die stenen die tegen nummer 13 worden aangegooid. Toen is mijn dochter zo kwaad geworden, want die speelde onder één hoedje. Ja, en waarom is je dochter dan kwaad geworden? Omdat mijn vrouw toegevallen is. Maar wat heeft nummer 13 daar dan mee te maken? Die speelde onder één hoedje. Mag ik vragen wanneer dat gebeurd is met uw vrouw? Vorige week vrijdag. Vorige week vrijdag? Ja. Ja. Maar die stenen, dat was 2,5 week geleden. Omdat ze steeds bezig bleven. Die gaan s'nachts. Ja, maar dat was daarvoor al dus. Ja, die bleven constant. Die gaan s'nachts tussen 3 en 5 uur. Gaan we die nou elkaar staan te roepen en te gillen. Lefboor! Ik zou niet weten wat de reden moet zijn voor hun om dit naar mij toe gericht te doen. Maar ze doen het ook niet alleen naar mij gericht. Dag meneer. Wat zegt u? Blijven jullie bezig? Hoezo blijven wij bezig? Jullie blijven bezig. Oprotten. Nou ja, ik laat mij hier sowieso niet wegsturen, meneer. Had u nou bewijs, ja of nee? Oprotten. Nou, u heeft ons zo'n beetje ingesloten. Wat fantastisch dat jij het hebt volgehouden tot het einde van dit hoogwaardig journalistiek item. Voor meer, abonneer en volg ons op de socials. Dankjewel.